Moet misschien een spelletje bedenken. Hier achter mij in het imposante Signal Iduna Park gaat het allemaal gebeuren voor PSV. Op de afsluitende persconferentie liet PSV-trainer Peter Bos doorschemeren dat hij afgelopen weekend wel eventjes naar Feyenoord heeft gekeken. Besef je dat dit eigenlijk toch ook wel een hele grote gebeurtenis is voor de club waar jij nu voor werkt? Ja, tuurlijk. Helemaal als je in de Eredivisie elk jaar vecht om die Champions League plek te halen. Is het natuurlijk logisch als je er helemaal in bent dat je het zo ver mogelijk wil schoppen. Ik hoor je niet. Ik hou hem gewoon de hele tijd ingedrukt. Ja, doe dat. Is het de wedstrijd van je leven? Van je leven. Nou, belangrijkste uit je carrière? Ik denk het podium wel. Laatst met Ronald Koeman ging het bij wedstrijden van Oranje over dat hij zegt van nou, er zijn er maar weinig die zeggen joh, laat mij maar een penalty nemen of laat mij maar een vrije trap of dit of dat. Hoe zit het in jouw groep? Als dat nou morgen penalties uitdraait, dan steken ze er 7 hand op of hoe schat je dat in? Nou, bij ons zijn er een heleboel die een penalty willen nemen. Dus ik moet misschien een spelletje bedenken. Het feit dat jij hier zit, zegt dat iets. Het betekent dat misschien, hè? Want er zijn trainers die schuiven hun discipelen naar voren die bij de persconferentie zitten. Zegt dat iets? Ik hoop het. Oké. Okay. Laten we de vraag aan de trainer stellen. Zegt het iets, Peter? Dat hij hier zit. Ja. Ja, dat hij makkelijk van zijn woorden afkomt, onder andere. Ik ben woordvoerder. Ja, en die zit naast jou, toch? Het is een vorm van wedstrijdmanagement, dit.